is het Sinterklaasjournaal van Oud Vosmeer, aflevering 5. Goedenavond, jongens en meisjes. Oh, weten jullie nog wat de vorige keer verteld is? Er komt een heel groot feest. Een mooie lichtjesintocht met verlichte pieten. En een verlicht muziekorkest. En heel het plein wordt sierlijk verlicht. Ik kijk er zo naar uit. Hey, maar zullen we eens gaan kijken wat er vandaag weer gebeurt? Zeg Pieter, luister. Zoals jullie weten moet er dus een nieuwe hoofdpiet gekozen worden. Een nieuwe hoofdpiet voor Oud-Vossemeer. Ja. Help eens mee. Hebben jullie enig idee wie een geschikte kandidaat zou zijn als nieuwe hoofdpiet in Oud-Vossemeer? Nou Sint, ik heb eens na zitten denken. En ik denk persoonlijk dat Joachim daar een hele goede kandidaat voor is. Zie je wel, ik word de nieuwe hoofdpiet. Terwijl de drie pieten blijven dansen van vreugde, horen ze niet wat Sinterklaas voor een antwoord geeft. Nee. Die zie ik dan wel bijvoorbeeld muziekpiet worden. Dan zou die wel veel moeten oefenen. Maar hoofdpiet, nee. Daar ben ik het wel mee eens, Sinterklaas. Dat vind ik ook. Ja. Nadat Sinterklaas het heeft gezegd, steken de pieten hun hoofden weer één voor één door de deur. Ik heb er eens over nagedacht, Sint. Ja. Die Giulio vind ik eigenlijk ook wel een goeie als hoofdpiet. Oh, dit is geweldig. Dat heb ik altijd al willen worden. Mijn droom komt uit. Terwijl de drie pieten dol enthousiast aan het dansen zijn, horen ze weer niet wat Sinterklaas voor antwoord geeft. Giulio? Nee. Nou, die vind ik nog te jong en de speels. Die moet dan nog eerst nog maar een paar jaartjes daarop wachten, denk ik. Toch? Ja. Ja. Nadat Sinterklaas dit heeft gezegd, steken de pieten hun hoofden weer één voor één boven elkaar door de deur. En wat vinden jullie eigenlijk van Juan? Is dat geen geschikte kandidaat? Yes! Dat is geweldig. Dan kan ik eindelijk de keuken uit. Ik ben dat bakken helemaal klaar mee. Nee, dat denk ik echt niet, Chavela. Want nee, als hij dat gaat worden, dan hebben we en geen lekkere gebakken koekjes meer. En niet meer de lekkerste pepernoten. Ja. En daarbij... Hij heeft ook helemaal niks met paarden. En dat hoort ook wel bij een hoofdpiet natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Wacht eens even. Ik heb een idee. Kom eens een beetje dichter bij elkaar. Inmiddels hebben de drie pieten hun hoofden weer door de deur gestoken en luisteren weer verder af. Goed. Oké, afgesproken. Zo gaan we het doen. We gaan eens goed bekijken naar die kandidaten, hoe ze dat doen. En dan gaan we daaruit kiezen wie dus de nieuwe hoofdpiet wordt. Ja. Zo gaan we doen. Ja. Goed idee. Kom. Jongens, hoorden jullie dat? Ze gaan ons observeren. We moeten dus de taak als hoofdpiet heel goed gaan oefenen. Ik ga gelijk aan de slag met het paard. Ja, we moeten die dames laten zien dat we de taken die de hoofdpiet doet goed kunnen uitvoeren. Ja, want we moeten echt in een goed blaadje komen bij hem. Oké, kom aan de slag. De pieten verlaten de grote hal en gaan ieder hun eigen weg. Hoi dames. Hey. Dames, ik heb een goed idee. We lopen nu al zo verschrikkelijk lang met dat grote boek te sjouwen. Dus ik dacht, waarom gebruiken we geen iPad? Dat is veel moderner. Dus ik heb al een opzetje gemaakt. Wat ben jij opeens ijverig gaan doen, zeg? Nou, inderdaad. Wat doet er allemaal op met jou? Oh nee, niks hoor. Gewoon, ik dacht, ik help jullie dames even met de keuze. Keuze? De keuze voor wie de nieuwe hoofdpiet gaat worden. Joachim loopt met o zo snel van de oprijlaan naar de tuin richting de stallen. Hij praat continu tegen o zo snel. Als hij langs het zwembad loopt, ziet hij de damespieten en gaat nog parmantiger lopen en zwaait naar ze. Nou, kijk, nogal eentje die zo raar doet. Oh, hallo, Joachim. Hoi, o zo snel. Ga zo door, Joachim. Ja, we doen ons best. Ja. Nou, ja. Succes. Ja, dankjewel. Doei. Hij heeft toch nog nooit een paard naar stal gebracht? Nee. En als ze geborsteld moeten worden, roepen ze mij. Zou die misschien een trap van het paard tegen zijn hoofd aan hebben gehad? Ja, ik denk dat het is.
Nou, kinderen. Oh, wat zijn ze ondeugend geweest, hè? Die Gilio, Juan en Joachim, die hebben zomaar afgeluisterd bij de dames Pieten en Sinterklaas. Maar nu willen ze natuurlijk in een mooi blaadje komen te staan bij die dames Pieten, om de nieuwe hoofdpiet te gaan worden. Maar wat zou Sinterklaas met de dames Pieten gesmoest hebben? Ik ben wel heel benieuwd, hoor. Kijken jullie de volgende keer ook weer? Nou, slaap lekker!